Hallo iedereen, welkom in Peters keukentje. Ik ga vandaag barbecue ketchup maken. En barbecue ketchup kan je natuurlijk op meerdere manieren maken. En dit is er één van. Zoals altijd begin ik met wat zonnebloemolie in mijn pan. En ik heb vandaag als vlees heb ik speklapjes en schoudercarbonade. Dus ik begin met de speklapjes. Laat ik heel even aanbakken. En daarna doe ik de schoudercarbonade erbij. In totaal is het ongeveer 700 gram vlees. Dat doe ik bij één grote ui gesnipperd. Ik heb het vlees een beetje aan de kant geschoven, zodat je de uien ook nog een beetje kan meebakken. Ik heb 3 grote stukken gember. Voor een deel geschild. Ik heb ze extra groot gemaakt, zodat ik ze straks weer eruit kan vissen. En ik heb 5 teentjes knoflook. Ik bak even een minuutje aan of zo. Doe ik er een beetje zout bij. Je kan natuurlijk ook zouten ketchup gebruiken. En een klein beetje peper. Zout en peper doen natuurlijk gewoon een smaak. En ik heb wat sambal, sambal badja. Met 2 theelepels erbij. Dan doe ik er ook limoen bij. Ik heb een halve limoen. Gewoon gesneden. Die doe ik erbij. Ik kook het gewoon mee. Geeft er een lekkere frisse smaak aan. En dan natuurlijk de ketchup manis. Ik heb meestal van Konimix. En dat gaat ongeveer. Ja, het zou zijn 250 milliliter gaat er overheen. Het is meer of minder, moet je maar even, ja, je moet even proeven natuurlijk. Hè. Goed, dat laat ik even sudderen. Voor een minuut of wat. Dan doe ik er nog een heel klein beetje citroenzap bij. Dat extra fris wordt en dan zet ik het vuur laag. Dan laat ik hem ongeveer een kwartiertje pruttelen tot alles goed gaar is. En als je natuurlijk van ja, krokant vlees houdt of een beetje meer bijt wil hebben, dan bak je het eerst van tevoren aan. Dan wordt het vlees wat krokanter. En barbecue ketchup eet je natuurlijk gewoon lekker met rijst. Oké dan, bedankt. Dat was het weer. Tot de volgende keer.